Ik ben de penningmeester van de A91. Vandaag zit ik de persconferentie voor. Maar ik wil hierna voorstellen aan u. Ik wil beginnen bij de voorzitter, Angelique del Castillo. Die zit tweede van links. Daarnaast, hier uiterst links, hebben wij Subhas Jol, secretaris. Rechts van mevrouw Angelique, de voorzitter, hebben we Glenn Varnold, bestuurslid. En uiterst rechts, Rosiana Budel. Tweede penningmeester en adviseur van ons vrouwenforum. Ik wil nu het woord geven aan de voorzitter, Angelique del Castillo. Dank u wel, Raniel. En welkom ook aan de aanwezige journalisten. En natuurlijk ook de kijkers die misschien via de live-uitzending volgen. Welkom bij dit informatiemoment, zoals we dat typeren. De A91 heeft gemeend vandaag dus deze persconferentie te beleggen. Omdat we iets meer dan 365 dagen voor de verkiezingen staan. En de gemeenschap heeft recht op informatie. En ook de media heeft recht op informatie in die zin dat de A91 ook in deze fase belang hecht aan niet alleen delen van informatie, maar ook aan het meehelpen door de media en door de burgers van met de A91 om op het juiste spoor te blijven. We kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen als politici om te zorgen dat we informatie verstrekken zodat er gemonitord kan worden. We zijn in de voorbereidingen naar de verkiezingen en een van de meest opvallende zaken op dit moment is de wetgeving die deze verkiezingen moet leiden. De kiesregeling, u bent op de hoogte dat die kiesregeling in oktober 2023 gewijzigd is. Er is een wijziging toen gepubliceerd. En u bent ook op de hoogte dat wij naar aanleiding daarvan, hoewel wij hard hebben geknokt voor de landelijke evenredigheid, wij nadien verrast werden door een vermoedde waarborgsom en wij deze kwestie voorgelegd hebben aan het constitutioneel hof. Niet slechts onze verbazing als we zien dat de DNA enige dagen geleden, en we merkten dat al enige weken terug, wederom wijzigingen in de kiesregeling aanbrengt. Zeggende dat het slechts om logistieke wijzigingen gaat, is het echter meer dan dat, want wat we hebben mogen constateren, is dat artikel 31 van de kiesregeling, met name gaande over de waarborgsom, wederom meegenomen is in deze wijziging. Met dien verstande dat er nog meer verenging ervan is opgetreden. Met name de teruggave van de waarborgsom is in deze verengd. Vroeger kreeg je de waarborgsom terug als je 1% van de uitgebrachte stemmen had of een zetel, zij het in een resortraad, zij het in de DNA. We merken nu dat de DNA eigenlijk een karakter uitademt van alles doen om exclusie te veroorzaken van de vernieuwing. De waarborgsom krijg je nu alleen terug als je 1% van de kiesgerechtigden hebt, dat wil zeggen rond de 4000 stemmen, of een DNA-zetel. Dus je kan niet meer met een resortraadzetel jouw geld terugkrijgen. Wij vertalen dit als DA91 als een poging om diegenen die bereid zijn om de vernieuwing te ondersteunen in het nemen van die drempel, een groter gevoel van dat het een groter risico voor hun wordt om dat te doen. En dat eigenlijk de verborgen gedachte is hierachter. Daarnaast is artikel 31, ook is er een andere vernummering van de verdeling binnen het artikel opgetreden, waardoor het stuk dat wij aan het constitutioneel hof ter toetsing hebben aangeboden met de tussenkomst van onze advocaatmeester Nasir, in de uitspraak mogelijkerwijs zal verwijzen naar artikel 31 lid 3, terwijl het nu lid 4 is in de nieuwe wetgeving. We zijn dus erg bezorgd om deze ontwikkeling in DNA, omdat je dus zou verwachten dat een wetgevend instituut, het hoogste instituut van de staat zoals we dat noemen, ook het goed fatsoen aan de dag zou leggen, de standaarden van goed bestuur zou tonen en zaken die onder de hamer van het hof zijn niet wederom in een wijzigingswetsvoorstel of een nieuw wetvoorstel zou opnemen alvorens er een uitspraak is gedaan. DA91 is bezorgd om deze kwestie en we kijken uit naar de uitspraak bij het hof die binnenkort zou moeten geschieden omdat u weet, het hof heeft wettelijk de opdracht
om binnen 3 maanden uitspraak te doen en die termijn verloopt bijna. En naar wij begrepen is het Hof op binnen de tijd. Dus wij kijken uit naar de uitspraak en we vragen de hele gemeenschap om alert te zijn naar hoe de assemblee hierop zal reageren, mocht het zijn dat deze waarborgsom onverbindend verklaard wordt. Dat is één aspect dat we zien als de mogelijke obstakels naar de verkiezingen. We hebben nog een aantal vraagpunten ten aanzien van de nieuwe wetgeving. We zien dat er een introductie is van plastic dozen voor het verzamelen van stembiljetten en het hanteren van, zoals wij dat bijna kunnen typeren, veredelde tie wraps om dat te sluiten. We gaan deze zaak heel ernstig onder de loep nemen. En ook met andere politieke organisaties die vooral buitenparlementair zijn, maar enig mogelijkerwijs ook in het parlement, proberen een zodanige organisatie op te zetten dat wij vanaf nu al de verkiezingsgang, de gang naar de verkiezingen, strak monitoren, zodat het eerlijk en geheim blijft. Daarnaast natuurlijk, dat is één aspect, de wetgeving en de financiële verhoring. Ik denk dat onze penningmeester later onze donatiecampagne zal launchen voor het voldoen aan de waarborgsom, mocht die overeind blijven, maar ook het invullen van ons campagnefonds. U weet, DA91 wil een partij zijn van de samenleving, voor de samenleving en met die samenleving. En dus zijn wij een partij die stimuleren dat de kleine gaves van iedereen uitkomen en ons in staat stellen om smart en effectief campagne te voeren. Goed, naast natuurlijk de kwestie van de wetgeving zijn we als partij ook bezig. We hebben enige maanden terug als eerste een profiel gelanceerd, een duidelijk profiel voor DNA-kandidaten. Dit profiel trekken wij door naar resortraadsleden en districtsraadsleden. En zullen we in de toekomst ook doortrekken naar het benoemen van mogelijke RVC-leden, ministers en andere functies van bestuurlijke aard of binnen het bestuurlijke. Als u daar meer informatie over wil, we hebben het toen gedeeld. We kunnen het nu ook weer voor u sturen, zodat u dat zelf onder de loep kan nemen en met de mensen kan doornemen. Een heet hangijzer waar veel vragen over komen is de kwestie van samenwerking. We kunnen u doorgeven dat DA91 vele gesprekken al heeft gevoerd met partijen zowel buiten als binnen het parlement. De gesprekken zijn nog niet in een fase waarin we dus alle namen voor u kunnen gaan noemen. We kunnen natuurlijk wel indicatie geven in het kader van transparantie. Maar we voeren gesprekken met partijen en zijn op zoek naar partijen dus die in lijn zijn met onze beginselen van de politiek, onze standaarden en ook onze kijk op hoe Suriname eruit moet gaan zien. We gaan ervan uit dat u kennis draagt van onze routekaart naar de Nieuwe Republiek en veel heeft daarmee te maken. Dus wat dat betreft kan ik u zeggen dat er waarschijnlijk 2-3 partijen zijn met wie we mogelijkerwijs een vorm van lijstverbinding zouden kunnen aangaan. De kogel is nog niet door de kerk, de tijd wordt wel kort, maar we gaan u wel op de hoogte houden daarvoor. We beseffen dat die samenleving zoekt naar iets waar ze gewend aan zijn en we zijn vele jaren gewend geweest aan het bundelen van partijen in pre-electorale combinaties. Echter weten we ook dat deze pre-electorale combinaties op dit moment nog steeds bij wet verboden zijn. Een van de beloftes die deze regering heel gauw opzij gezet heeft, want voor de regering werd ons aangegeven dat zodra ze in de regering waren, VHP, NPS en ABOC onder andere hadden dat heel luid en duidelijk gezegd, dat ze het pre-electorale combinatieverbod zouden opheffen. We zien vandaag de dag dat men zich in alle bochten brengt om dat in stand te houden. En het is een landelijk evenredigheidssysteem, wat betekent dat er één lijst is voor het hele land op DNA-niveau met 51 kandidaten. Het vraagt van politieke organisaties heel veel om daar, hoe zou je dat zeggen, overeenstemming te hebben om één lijst te maken. Dat zeg ik u heel eerlijk, het vraagt een hoge mate van vertrouwen. Bijna vertrouwen het vertrouwen dat in een huwelijk bestaat, er bovenuit stijgt zelf. Want het heeft te maken met de wettelijke vereisten. U weet, wanneer partijen gaan meedoen aan de verkiezingen, moeten we ons inschrijven, registreren. En indien je niet geregistreerd bent,
kan je niet meedoen aan die verkiezing. En dat is een van de grootste struikelblokken in het vormen van één lijst. Omdat wanneer een partij zich heeft geregistreerd op basis van bepaalde veronderstelde afspraken en gaandeweg om wat voor reden dan daarvan afwijkt, hebben de partijen die onder het logo van die partij zouden meedoen geen enkele mogelijkheid om nog mee te doen aan de verkiezingen. Dus ik vraag wel begrip van die samenleving, inzicht in deze kwestie, dat het niet gewoon is alles op een hoop. Het is voor DA 91 erop of eronder deze verkiezing. Elke samenwerking die we aangaan, als het nou met burgers is, met organisaties of met partijen, moet er één zijn die erop gericht is ons land eindelijk door uit die vicieuze cirkel van armoede en ellende te breken. Voor ons is het dus niet slechts bundeling. Bundeling is geen garantie voor goed bestuur. Een garantie voor goed bestuur zijn integere mensen, opgeleide mensen, deskundige mensen, mensen die trouw zijn aan hun woord en mensen die hard voor Suriname hebben en ons land kennen en willen leren kennen vanuit alle hoeken en gaten. Dus dat is waar de 91 voorwaarden aan stellen. Ten aanzien van ons programma kan ik u aangeven dat wij drukdoende zijn daar de laatste hand aan te leggen, zodat wij u het volledige programma kunnen geven. Maar één zaak waar u van overtuigd mag zijn, is dat DA 91, waarschijnlijk ook als eerste partij, u kan aangeven dat wij in onze routekaart reeds hebben ingesloten de SDG's, duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die genoemd worden. En dat die dus permanent een plek verweven worden binnen ons programma. U zult in ons programma dus ook kunnen zien dat elke, zeg maar, armoedebestrijding gelinkt wordt aan de doelen die internationaal gesteld worden voor het bestrijden van armoede, waardoor we garantie hebben en u ook een garantie heeft dat het een uitvoerbaar programma wordt. DA 91 is ook voornemens om misschien wel niet het hele programma, afhankelijk van hoeveel tijd er beschikbaar is, maar om zeker de fundamentele zaken in ons programma, met name de economische maatregelen die wij voorstaan, de maatregelen voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, die zaken te laten narekenen. Zodat u ook voor het eerst waarschijnlijk in de Surinaamse geschiedenis zult kunnen zien wat het ons gaat kosten en waar we denken dat het geld vandaan zal komen. We hebben deze gesprekken al gevoerd, dus het is geen loze belofte. Wij doen niet aan podiumtaal. We maken afspraken en dit is een afspraak die wij met u maken. Dat een deel van ons programma sowieso nagerekend zal worden. We streven naar het totaalprogramma, maar we zijn eerlijk met u, soms is daar niet volledig ruimte voor. Dus we zullen de fundamentele zaken laten inrichten. Ik ga zo meteen het woord geven aan Subhas Jou om door te gaan. Ik wil nog enkele zaken aan u voorhouden. DA 91 gaat natuurlijk ook kijken naar centrale punten in, die ook nu een rol spelen bij het zoeken van mogelijke partners. En een van de zaken is dat DA 91 in de volgende regering geen verkaveling van bestuur wenst te hebben. Dat betekent, er zijn geen mijn en jouw ministeries, mijn en jouw keuken. Er wordt gewerkt met één beleidsprogramma, één regeerprogramma. En voor alle functies moeten er profielen zijn die voldoen aan deskundigheid en integriteit. De rol van de overheid zien wij als faciliterend, dat zeggen we altijd. Dit idee heeft consequenties voor de parastatalen, waarvan ik weet dat wij voorstander zijn dat bepaalde bedrijven geprivatiseerd moeten worden en andere bedrijven gewoon afgestoten moeten worden of gewoon niet meer moeten bestaan. We willen ook een kleinere overheid en in deze zal DA 91 hard pleiten voor het verminderen van het aantal ministeries naar maximaal 11, maar liefst naar 9. Ik geef het woord aan Subhas Jou om verder te gaan. Subhas? Ook van mijn kant uit. Ook van mijn kant uit een goede morgen, aanwezige pers. En laat me beginnen met een stukje algemeen. We zijn hier vandaag als DA 91. En het is goed om aan te geven dat ons land met ongeveer 600.000 zielen, onafhankelijk sinds 1975, straks dus 50 jaar, enorm potentieel,
dat we hebben als land. En toch zien we een situatie dat de Surinaamse samenleving op een niveau is waar wij zeggen en waar wij ook bewust van zijn dat het veel beter kan. Suriname verdient veel beter. En Suriname eist ook veel beter. De samenleving die eist het maximale en het beste van mensen die bestuur geven aan het land. Zoals de voorzitter net aangegeven heeft, een aantal punten die wij in ons programma hebben, zijn punten die moeten zorgen dat de samenleving, en niet de groep mensen alleen, maar die totale samenleving meegaat in die oplichting. En ik zeg dit omdat onze partij niet een partij is alleen van vlak voor de verkiezingen. U zult hebben gemerkt dat wij, ongeacht de positie die we hebben binnen het politieke, parlementair, buitenparlementair, dat we steeds hebben gewerkt en blijven werken om de belangen van deze natie, om die belangen te dienen. En dat hebben we gedaan en dat doen we op verschillende manieren. Als voorbeeld de kiesregeling. U hebt gezien dat na de wijziging, tenminste na de uitspraak van het Hof, dat wij ons samen met de samenleving hebben ingezet om te zorgen dat die wijziging ook wordt doorgevoerd zoals de uitspraak van het Hof dat heeft aangegeven. Dat is één voorbeeld. Ook de samenstelling van het Hof later hebben wij ook dat punt steeds geëntameerd. En daar ziet u dus dat wij als partij niet zijn een partij die vlak op staat voor de verkiezingen om aan te kunnen geven van dit gaan we doen en dit gaan we beloven. Wij beloven niet. Wij werken met afspraken naar het volk toe. En we zorgen dat de zaken die we aangeven, dat die zaken realiseerbaar zijn. Dat het niet uitloopt op loze beloftes. Dat hebben we al vaak gemerkt. Het is een moeilijke situatie voor ons, omdat de samenleving, de politiek, in zijn algemeenheid ziet als mensen, organisaties die veel beloven, weinig doen en soms heel anders doen dan ze hebben gezegd. Het is voor de jaar 91 daarom nog meer een plicht om die samenleving bewust te maken dat wij als partij op basis van die integriteit, die eerlijkheid, de mensen die wij hebben, de deskundigheid die we hebben, de inzichten die we hebben en de visie, dat dat gebaseerd is om dit land dus beter te maken. En dat doen we landelijk. We willen de mensen, de samenleving, bewust van maken dat wij geen partij zijn die komt met pakketten en met verdelen van alle zaken. We zijn een partij die, zoals we aangeven, die hengel geeft om te zorgen dat mensen zelfstandig zijn. We leren om die samenleving ook bewust te maken van wees niet afhankelijk van de politiek. Wij geven de tools om die samenleving te laten werken en zelfwerkzaamheid te stimuleren. En dat kunnen we doen omdat we een bepaalde inzicht hebben. We hebben als partij ook, en het net aangegeven de voorzitter, we zeggen de beweging is Team Suriname. We doelen daarmee dat alle zaken, alle punten die wij hebben aangegeven, als het gaat om bestuurlijke, als het gaat om een maatschappelijke, als het gaat om het financieel, monetair, als het gaat om alles wat te maken heeft om dit land beter te maken, gaat vanuit een situatie dat wij de samenleving mee hebben en mee moeten hebben. En daarvoor is er veel natuurlijk energie nodig en inspanning en die eerlijkheid. Als het gaat om corruptiebestrijding, gaan wij niet blijven stilstaan op het instellen van commissies en een evaluatiecommissie. Het gaat om daadwerkelijk invulling te geven in letter en geest van zoals de wet dat aangeeft. Als het gaat om die transparantie die we aangeven, zijn wij een van de weinige partijen die jaarlijks een jaarverslag, een financieel jaarverslag, publiceert. En laat me u zeggen dat wij als samenleving niet te lichtvaardig moeten stilstaan bij het gedeelte van de financiering van politieke organisaties. Omdat
wanneer je in huis een situatie hebt van beginselen, eerlijkheid, openheid, transparantie, voorkom je dat wanneer je van het volk mandaat hebt, dat je op een gegeven ogenblik in plaats van algemeen belang, volksbelang, een eng individueel of groepsbelang zal moeten dienen, omdat je binnen je huishouden, binnen je financiële huishouden als politieke organisatie, mensen, middelen hebt toegelaten die enorm veel macht hebben en enorm veel bepalen. En dat zien we steeds terugkomen op verschillende gebieden als het gaat om corruptie aanpak. Vaak hebben we dat onderzoekingen blijven steken. Het wordt gegeven als op een doodspoor, of soms hoor je niets ervan. Het zijn talrijke gevallen. En we hebben het gevoel, niet alleen, maar de indruk, dat wanneer belangen zich insluipen, en het gaat om belangen die niet belangen zijn van dit volk, zich insluipen binnen politieke organisaties, dat je situatie hebt dat de mensen die het bestuur in handen hebben, die mandaat hebben, niet in staat zijn om op een efficiënte, adequate manier daaraan invulling te geven. Dus laten we niet lichtvaardig stilstaan bij het gedeelte van financiering en openheid bij politieke organisaties. Het begint in huis. Vaak wordt ook gezegd, als je in huis geen goede organisatie hebt, niet in staat bent om die transparantie te hebben, maar je wilt dat wel hebben in het bestuurlijke. Dus die zaken gaan dus niet altijd samen. Het begint in huis en daarvoor hebben wij als partij het voorbeeld gegeven. Het heeft zijn natuurlijke gevolgen, het heeft zijn complicaties. Maar we zullen blijven vechten voor dit land en we zullen dus daarom, zoals de voorzitter aangaf, later zal de penningmeester ook ingaan op dit gedeelte, hoe wij denken als partij om te gaan met dat gedeelte. Dat we duidelijk een volkspartij zijn die opkomt voor het belangen van het volk. Die ongeacht de persoon in staat is om die maatregelen te kunnen nemen. Dat zijn dus zaken die van belang zijn. Ten aanzien van wet openbaarheid van bestuur, we hebben het vaak aangehaald en vaak hebben wij ook onze inzichten meegegeven. En we zullen ervoor zorgen en moeten zorgen dat die wet komt. Als het niet nu komt, kan ik verzekeren dat in geval de 91 daar is, dat die wet er snel daar zal zijn. En niet dat alleen. Er zijn genoeg, we hebben in onze plan, en dat misschien vandaag te kort om alles uit de doeken te doen, maar toch wel één zaak die we, en die ik toch wel hiermee wil meegeven is, want die vraag wordt gesteld van ja, hoe denkt de 91 corruptie aan te pakken? Laat me zeggen, als het gaat om het bestuurlijke, dan is het van belang om te zorgen, dan begin je ermee, dat op de ministeries mensen, wij, de samenleving, in staat zijn om in elk geval een klacht, een beroep, een bezwaar in te dienen. Er zullen permanente units moeten komen op de ministeries, waar mensen die vinden dat ze onjuist zijn bejegend, dat mensen op een oneigenlijke manier zijn bejegend, dat die mensen tot toegang hebben om dat ook aan te dienen. En de samenstelling van zo'n instantie is ook belangrijk. Want het moet niet zo zijn dat je bij de duivel te bieden gaat. Die situatie willen wij dus ook niet hebben. We gaan een situatie waar je mensen hebt, je op basis van bepaalde criteria, op basis van bepaalde benoemingscodes, worden aangesteld om die samenleving op te vangen. En zo begin je om op de ministeries te zorgen dat je zaken overzichtelijk maakt. Dit volk, en dat horen we vaak, bij veel offers. Elke dag, dat weten wij. Maar het moet niet zo zijn dat alles wordt afgewenteld op die samenleving. Dat alle zaken die misgaan, het oneigen gebruik van middelen van de staat, dat daarvoor die samenleving moet inkomen. Die samenleving wil wel inkomen, maar die samenleving moet voorbeelden zien. En waar zien ze de voorbeelden? Bij hun leiders, bij de mensen die mandaat hebben in het bestuurlijke. En dat begint ook bij de partij, de mensen die gekandideerd worden, de mensen die het bestuur van de partij voorzitten, die moeten onbevlekt zijn. Laten we bewust zijn in dit land dat we hier land gaan kunnen ontwikkelen, wanneer we mensen hebben die niet in staat zijn gebleken of een zodanige handeling plegen of hebben gepleegd, die het daglicht niet schuwen. Die zo eerlijke mensen moeten hebben. We moeten eigenlijk, en wij als samenleving, moeten het denkbeeld dat wij mensen aanwijzen, waarvan we bewust zijn dat de mensen vaker verkeerde stappen hebben genomen, moeten we weggaan van het bewustzijn en bewustzijn om te weten dat die mensen dit land niet zullen kunnen leiden tot grote hoogte.
Laten wij dat duidelijk stellen. Een land zal alle vlekken in tegenleiders moeten hebben. Natuurlijk met een visie. Natuurlijk met een plan. Dat zal er moeten zijn. Maar wij als samenleving, en dat willen wij ook bewust maken, en dat doen we steeds, en ook vandaag via deze persconferentie, ook als u het eerste gedeelte van de voorzitter heeft gevolgd, het begint met mensen die we daar plaatsen. De profielen die we daar kenschetsen, is een basis. Geeft niet alle zekerheid. Wat wel de zekerheid geeft, is die trekkerheid van de mensen. En dat is een voorbeeld hier aan tafel. Toch niet alleen deskundige visie en mensen die weten waarvan wat ze kunnen, maar ook mensen die op basis van die eerlijkheid en integriteit in staat zijn om het land te besturen. En dat alleen gaat maken dat wij die beweging in stand, de beweging op gaan kunnen beginnen om te zorgen dat wij na die onafhankelijkheid 1975, die stappen die we gaan moeten maken, veel groter zullen zijn. En ik wil daarmee gelijk aangeven dat wij, en dat ik, en toch vaak horen in de samenleving en de mensen, de bestuurders die aangeven, de oliefondsen. We zullen 7 miljard verdienen, we zullen 8 miljard verdienen. Weet u, het gaat niet hoeveel we gaan verdienen. Niet dat alleen. Hoe gaan we om met die middelen? Hebt u gehoord van mensen dat ze een model aan u hebben gewezen, gepresenteerd, hoe wij als land zullen omgaan met de eventuele middelen die binnen zullen komen? Het enige wat we horen zijn die prognoses. 6 miljard, 7 miljard binnen 10 jaar. Wij als partij zeggen, dat belangrijk is dat hoe je omgaat. Het model dat je moet kunnen scheppen en het model dat we hebben om te zorgen dat je die middelen duurzaam gebruikt en die middelen behoudt. Want wanneer die aardolie, de offshore sector, en hopelijk dat het niet zo is, ten einde gaat, dat je in staat bent om met die verdiende middelen door te gaan met duurzame ontwikkeling. Natuurlijk is die stabilisatiefonds één, natuurlijk is een spaarfonds ook een oplossing, maar er is meer nodig. Dat je zorgt dat je met die middelen uit die offshore, die andere gebieden kan ondersteunen, tijdelijk, maar dat je zorgt dat die andere gebieden, wanneer ze geld verdienen, wanneer ze in staat zijn om die bediencapaciteit te hebben, dat ze dat geld terugstorten. Dat is verduurzaming van financiële middelen, dat is verduurzaming van onze inkomsten. Het gaat niet alleen om hoeveel middelen moeten verdienen, het gaat hoe ga je om ermee. En daarvoor heb je natuurlijk ook eerlijke mensen nodig. Toch? En niet alleen mensen die wachten en zeggen van, ik denk dat het 7 miljard gaat zijn, 8 miljard. Toch, het moet die samenleving ten goede komen. Die inkomsten die we gaan verdienen en die we nu verdienen, moet zorgen dat het elke burger, niet alleen in Paramaribo, tot in de ver binnenlanden, ten goede komt. Het kan toch niet dat anno 2024, dat wij niet in staat zijn om aan onze binnenlandbewoners, de kinderen, goed onderwijs te geven. Omdat 1. We niet de mensen hebben die daar willen gaan. 2. Transport is een probleem. Huisvesting is een probleem. In 2024 hadden we goed geïnvesteerd, hadden we vandaag afstandsonderwijs. Hadden we goed geïnvesteerd, hadden we een goede plan, hadden we vandaag de dorpen, de binnenlandbewoners samengevoegd en hadden we gezorgd dat we groeipolen hebben opgebouwd, dat we concentratiepolen hebben opgebouwd om de mensen bijeen te hebben en te zorgen dat die kosten ingaan omlaag zijn. Maar dat we die mensen, de kinderen ook bereiken, omdat er veel talent is in het binnenland. Het kan niet zo alleen zijn dat onderwijs alleen in de stad toegankelijk moet zijn. Dat is een voorbeeld hoe we zijn omgegaan met onze middelen vanaf 1975. Veel van de middelen kunt u niet terug herkennen. Het begon in 1975, het is doorgegaan. In 2010 hebben we inkomsten gehad als land, enorm veel. En we hebben dus gezien dat er weinig van is tegengekomen. Integendeel, de schulden zijn enorm hoog. Daarom zeggen wij van als partij dat het niet alleen gaat om hoeveel middelen je als land binnenhaalt, maar dat je ervoor zorgt dat die middelen juist worden aangewend. Dat het komt waar het moet komen. Voor onderwijs, voor veiligheid. Dat we in staat zijn om toch transport te kopen voor de politie. Dat we niet hoeven te wachten en beter acties op touw hoeven te zetten. Het buitenlands beleid van ons gaat gericht moeten zijn op het identificeren met wie en waar en waarom wij dus dan betrekkingen zullen aangaan. Als het gaat dus om technologische samenwerking, als het gaat om mankracht, we hebben dat in place en we zullen zorgen dat de kosten in elk geval dus omlaag moeten gaan en dat de inkomsten die je daaruit hebt als ontwikkelingsambassades, dat je daaruit het maximale kan halen. Dit zijn dus aantal punten die we hebben in onze
programma als de INI-90. Het zou te veel en te lang duren als we allemaal zouden moeten toelichten. Maar in elk geval wil ik dus afsluiten met het laatste gedeelte. En dat is dus die samenleving, de pers. Je hebt de vakbeweging. Je hebt ook andere maatschappelijke organisaties. Laten wij in elk geval als individu, als samenleving, zorgen dat we die codes van die eerlijkheid in alle organisaties hoog houden. Waar die nog niet zijn, dat inzetten om ons land, ons mooie land, Suriname, met die 600.000 inwoners, met het potentieel, met enorm veel natuur, met onze kracht die we hebben, om steeds op te stijgen uit die pedalen. Laten wij dat koesteren en laten wij zorgen dat we op basis van eerlijkheid, en we niet eens zijn met elkaar, maar dat we op basis van die eerlijkheid, die integriteit, ons land kunnen opbouwen. Dat is mij, tenminste voorlopig, mijn bijdrage. En ik terug aan meneer Manijan, die dus dan verder gaat. Oké, als penningmeester heb ik de taak om de financiën te beheren. Transparantie, het is ook al eerder gezegd, onze jaarrekeningen die worden ingediend, publicaties worden gedaan in het Staatsblad. En als het om afspraken gaat, dan staat de INI-90 daar helemaal voor. De waarborgsom die moet worden gestart, daar hebben we iedereen hulp voor nodig. Grote donaties worden natuurlijk onder de loep genomen, we moeten weten waar het vandaan komt. Maar wij zijn voorstander van, liever van dat iedereen erin participeert en zodat ook die kleine bijdrage een stem heeft, een eigenaar is van die zetelwinst. Ik wil hierbij dan ook direct onze Banku, onze Banku-campagne lanceren. Een 50 SRD voor jouw stem, voor jouw donatie. En wij garanderen als DA91 bij zetelwinst dat deze teruggestorte waarborgsom ook weer teruggaat naar jou. Ook jouw stem geldt. Ik wil dan de mic geven aan mevrouw Luciana. Ja, ook van mijn kant een goede dag, kijkers en aanwezige pers. Natuurlijk, die waarborg zal moeten worden opgebracht. Maar daarnaast, onze campagnevoering, daar hebben we ook geld voor nodig. En ik doe van hieruit een beroep op de samenleving. We staan één keer in de maand op de Sauna-markt met onze bus. Doe uw bijdrage. We zijn ook op andere plekken, we zijn mobiel. En houd dat in de gaten. Ook op de bank, we hebben een bankrekening waarop u bijdrage kunt starten. En die is 0544191 bij de DSB. En dan sluit ik aan op die bankencampagne. Ook een minimale wat u kunt geven. Dat sterkt ons. Zodat wij, want we moeten ook naar het binnenland gaan. We moeten naar Sipaluni gaan. Al het materiaal kost allemaal geld. Dus om al die kosten te dekken, graag uw bijdrage. Oké. Dan wil ik nu de media in de gelegenheid stellen voor uw vragen. Zijn er vragen van jullie kant? Ja. Ja. Staarnieuws. Ja. Even voor de duidelijkheid. Hoe hoog is die, ik noem het inschrijfgeld, om mee te doen aan de verkiezingen? En het wordt wel of niet teruggegeven?
Ja, dus de waarborgsom bedraagt op dit moment, zoals wij dat steeds hebben gezegd, 1% van het aantal kiesgerechtigden. En volgens de laatste schattingen is dat rond de 4000 maal 250 SRD. En dat brengt je op 1 miljoen SRD die je moet storten al ergens in februari bij de centrale bank. Februari volgend jaar. En je krijgt het terug middels de nieuwe wijziging, volgens de nieuwe wijziging, als je minimaal 1% van de kiesgerechtigden, dus weer 4000, stemmen hebt gehaald. Als je dat niet haalt, krijg je het niet terug. Goed. En je gaf aan 3 partijen, hoogstwaarschijnlijk waarmee jullie gaan werken. Mogen we weten welke 3? En als dat niet kan, welke partijen zeker niet? Ja, deze vraag, dus ik wil eigenlijk openheid geven, want we staan eigenlijk voor de deur. Ik kan u zeggen, ik ga de namen noemen van de partij met wie we praten. Want dat zijn meer dan 3. We voeren gesprekken met partijen zoals De Nieuwe Wind, De Nieuwe Leeuw, SDU van meneer Waterberg. We hebben ook gesprekken gevoerd met de BEP en zijn nog in gesprek met de BEP. En ook met A20 en DOE hebben we gesprekken gevoerd. Die ook nog lopen. Het is veel afwegen, zoals ik reeds aangaf, voor de partijen om na te gaan wat kan, wat niet kan. Want er wordt de wettelijke regels nu zijn steeds zeg maar enger geworden. Er is een verenging in de wettelijke regels, waardoor partijen die samen gaan steeds minder ruimte hebben, of tenminste steeds grotere risico's lopen als één van beide of één van 3 of één van 4 van de afspraak afwijkt. Er werd ook aangegeven dat jullie het aantal ministeries van 17 nu terug willen brengen naar maximaal 11. Als ik dat goed heb gehoord. Welke ministeries zien jullie liever samenvoegen of verdwijnen? Ja, dus bij het instellen van ministeries gaat men dus uit van taak- en functiebestanddelen. En die worden gekoppeld tegen een naam. De bedoeling is dat wij, en dat hebben we dus ook gedaan intern, is om te gaan kijken naar de beleidsgebieden. Welke beleidsgebieden kan je dus samenvoegen? Hier specifiek heb ik niet de namen, maar het gaat dus om beleidsgebieden die je samenvoegt en dat je dus zorgt dat het valt onder 9 tot 11 ministeries. Het samentrekken kan natuurlijk ook met naam gaan, maar het is goed om te kijken naar de taken, de werkzaamheden, de functiebestanddelen. En aan de hand daarvan ga je dus dan komen tot het kunnen verkleinen, laten we zo zeggen, van het aantal ministeries. Omdat je dus dan ook efficiënter kan functioneren. Sommige hebben overlappende taakbestanddelen. En natuurlijk in het kader van beleidsinzichten, als het gaat dus om, ik geef maar een voorbeeld. Als het gaat om decentralisatie, heb je dat het nu een directoraat is onder een bepaald ministerie. Maar het zou dus best kunnen dat je bij die samenvoeging een situatie hebt dat je 2 à 3 ministeries samenvoegt tot 1. En dan heb je dus daarbij een heel aantal taakbestanddelen die veel gelijkenissen vertonen of een bepaald verband met elkaar hebben. Want wat je nu meemaakt, hoor je vaak, sommige issues zijn interdepartementaal, overheersen een ministerie. Daarmee ga je dus dat ook weg kunnen halen, waardoor mensen en het bestuur ook efficiënter kan zijn. Dus dat is dus in zijn algemeenheid. Toch, ik heb hier natuurlijk geen naam van A en B samentrekken, maar wat ik wel heb is die gedachte dat je dus dan kijkt om te zeggen van dat je dus op basis van die taakbestanddelen en die functiebestanddelen in staat bent dus om samen te voegen. En dan heb je natuurlijk ook die praktijkervaring die je hebt, omdat je dus dan zaken overeisen, departementaal, dat je dus alvast kijkt van hoe en waarom. Het gaat om een aantal beleidsgebieden die je samenkoppelt. Dus het instellen van ministeries of die herindeling gebeurt niet op basis van natte vingerwerk. Het gebeurt op basis van beleidsgebieden. Je hebt een aantal beleidsgebieden. Op dit ogenblik heb je soms denk ik 99 die in rapporten ook staan van financiën bij hun jaarverslag. En dat ga je dus dan samentrekken om dus dan die gelijksoortige, gelijknamige of gelijke denkrichting om dat dus samen te brengen tot 1.
om even bij u te blijven. Ja. U had het over dat er nog geen enkele plan is gepresenteerd dat aangeeft waaruit we kunnen leren. Dat er nog geen plan is gepresenteerd waaruit blijkt hoe we zullen omgaan met die oliegelden. Heeft DA91 een plan? En in het verlengde daarvan, NPS had de vorige keer het idee om een eigen ministerie voor de oil en gas op te richten. Hebben jullie dezelfde mening? Ja. Laten we beginnen met het tweede. En dat sluit aan eigenlijk op jouw eerste vraag natuurlijk. Bij het koppelen van beleidsgebieden ga je dus dan juist een situatie hebben dat je minder ministeries hebt. En het kan dus wel best op een gegeven moment dat je, als het gaat dus om oil en gas, dat je dus tot die conclusie komt van wie je de aard van die organisatie, die aard van de situatie, dat je dus apart zou kunnen hebben. Op dit ogenblik is dat voor ons natuurlijk een situatie om dat te gaan kijken in die beleidsgebieden. Om dan dus dan te komen tot de conclusie van dit hoort hier. Het is dus nu niet los om te zeggen van die oil en gas gaan we dus wel brengen onder één ministerie. Want er moet een doel zijn, er moet een ratio zijn. Het moet niet zijn om werkverschaffing, het moet niet zijn om meer mensen in dienst te kunnen nemen. Het moet niet zijn om, wat de voorzitter aangaf, het verkavelen van ministeries. Want dat gebeurt er. Toch, oil en gas, en dan begint het gevecht om bij welk ministerie, wie welke partij gaat het beheer voeren. Toch? En dan heb je een ministerie van natuurlijke hulpbronnen. Heb je een ministerie van oil en gas, en dan heb je een situatie van zaken die niet goed lopen. Dus we moeten niet gaan zeggen van we moeten dit of dat, we moeten een goede studie en onderzoek doen. En natuurlijk moeten wij dus goed afstemmen om te kijken wat bij elkaar hoort. En we hebben natuurlijk, maar er zullen ook verschillen zijn van inzichten. Dus daarom dat ik zeg van, we hebben dat niet volledig hier aangegeven aan u. Ten aanzien van het tweede, ja inderdaad. Er is geen weergave van hoe gaan we om met die middelen. Niet alleen uit die offshore, maar ook andere middelen als land die we binnenhalen. Toch? Wanneer je een situatie hebt van een soort belasting, is het vaak internationaal dat wordt gekoppeld aan een soort uitgave voor die overheid. Toch? Betaal je wegenbelasting, dan zou je het terug moeten zien, in tenminste een deel ervan, in je infrastructuur. Dat hebben we dus op dit ogenblik niet of niet genoeg duidelijk. Wat het plan is, in hoofdlijnen heb ik dus aangegeven, het verduurzamen van de inkomsten uit elke sector, ook uit die offshore. En om een model aan te geven, is dat wij dus niet moeten gaan om inkomsten die naar binnen komen, om dat te gaan consumeren alleen. Of te gaan gebruiken voor zaken die we niet kunnen verklaren, of voor populistische programma's die op den duur, en dat geef ik als voorbeeld, een huisopbouwprogramma, waarbij de huizen daar half gebouwd staan en na 10 en 20 jaar volledig in het bos zijn. Nou, en dat hebben we gezien vanaf 75, hoe wij als land, dat we eerlijk zijn, zijn omgegaan met de middelen, ongeacht hoe wij die middelen hebben binnengehaald. Ja, wij noemen het een revolving fund, en dat is dus het model waarbij je de gelden uit die offshore, een deel daarvan, investeert in potentieel goede industrieën op beleidsgebieden, landbouw als voorbeeld, maar dat je zorgt dat die landbouwsector, wanneer die landbouwsector op poten staat, terugstort in het fonds van waar het geld terug is gekomen. Het moet niet zo zijn dat je geld geeft aan de sector terwille van het geven en dat je daar ook niet ziet na een tijdje. En dat het niet duidelijk is en dat we steeds blijven in de situatie van voedselschuur. Dat verhaal van sinds 2015, 2016 en 2024 zitten we nog steeds met het plan. We zijn voedselschuur van het Caribisch gebied. Het komt niet van de voeten, omdat we gewoon geen duidelijke plan, visie en duidelijke inzichten willen inzetten. Ik weiger om te geloven dat in dit land er geen mensen zijn, ook mensen die nu het bestuurlijke uitmaken, dat ze niet weten hoe het hoort. Er zijn mensen die soms heel veel ervaring hebben. De wil moet aanwezig zijn. En ook die transparantie. Het moet niet zo zijn dat de gelden in onduidelijk en vage stromen komen, waarvan je niet weet. Nou, en een voorbeeld is hier ook bij, als ik als voorbeeld maar aangeef wat vaak gebeurt, en dan heb ik ook die staatsbedrijven, wanneer die informatie wordt aangevraagd van wat zijn de lonen door de assemblee, dat die informatie niet wordt gegeven. Dus die vaag die men creëert, geheimzinnigheid, moet dus ook ophouden. En daar heb je dus modellen voor. En dat is dus de aanzien van die offshore, wat ik zei, het gaat niet alleen om die offshore, maar omdat het nu speelt, heb ik dat aangegeven, maar het gaat dus om
elk ontwikkelingsdoel, ontwikkelingsproject die geld verdient capaciteit opbrengt, dat die transparantie, die duidelijkheid, maar ook een beetje inzicht komt van hoe ga je om met dat geld. Toch? En dat we zorgen dat we niet elke keer staatsbedrijven moeten doorlichten, want we blijven aan de gang. Toch? En dat voeren die rapporten niet uit. Toch? Ik heb uitgerekend voor mezelf dat sommige staatsbedrijven toch, op maandbasis 10, 15 miljoen US verdienen aan betaling die wij als samenleving aan zo'n bedrijf doen. Toch? EBS, SWM, Telesuur. En toch is er geen geld om die bekabeling aan te kopen. En toch is er geen geld om dit te doen. Wat we wel zien, is dat bepaalde zaken wel gewoon doorgaan in zo'n bedrijf. Dus we moeten in het land eens ophouden om zaken in die vaag van geheimzinnigheid en onduidelijkheid te plaatsen. We moeten gewoon open zijn. En daarom ook die vraag die u stelt, dat we vanuit onze kant ook die samenleving duidelijk maken. Die openheid is nodig. En dat is dus van belang om te komen tot de juiste ontwikkeling. Ik hoop dus dat ik heb beantwoord. Ik heb nog een vraag hoor. Om terug te gaan naar die inschrijfgeld. Oké, je krijgt het terug als je 1% van X hebt behaald. Hoeveel zetels denkt... Is die 1% een zetel waard? Het is nog geen zetel per se hoor. 1% van de kiesgerechtigden hoeft nog geen zetel te zijn. Met het systeem, het nieuw systeem dat er is, moet je waarschijnlijk toch tussen de 5.000 en 6.000 stemmen hebben om een zetel te verwerven. Dus, dat is dus het punt. Vroeger betaalde je die waarborgsom, of voorheen, de eerste keer dat we het hebben gedaan, dus de vorige, in 2020, was het iets van 96.000 zoveel. En dan was de bedoeling, als je dus 1% van de uitgebrachte stemmen, dus dat was al minder dan die 4.000, of een resortraadzetel, of een districtraadzetel, of een DNA-zetel halen. Dus dan kon het zijn, soms kon je resortraadzetel halen, misschien met 1700 stemmen of 1800 stemmen had je die zetel. Maar nu is dat dus weggehaald. Het is dus nu verworden tot echt heel stringent, 4000 stemmen minimaal. Dus het 1% van de kiesgerechtigden haal je het. En, ja, en dat is waarschijnlijk nog niet genoeg voor een zetel. Ik gaf ook aan, de volgende verkiezing is afveranderd voor DA91. Voor het Surinaamse volk. Oh, oké. Okay. Dus niet alleen voor ons, wij zijn deel van die samenleving. En wij zien het, dus de wijze waarop we kijken naar de volgende verkiezing, is dat het erop een verander is. En waarom zeggen we dat? Omdat, kijk, als land merken we dat er geen, weet je, het is alsof we continu blijven vallen. Toch? En veel mensen hebben het idee dat we nu de bodem hebben bereikt en soms heb je toch het gevoel van, oh, we kunnen nog dieper vallen, want dan gebeurt er weer iets anders. Terwijl het niet hoeft. Ik denk dat wat onze secretaris Subhas jou aangeeft, het hoeft niet als er slechts enkele dingen veranderd worden. Maar wat we ook weten in de wereld is wat we noemen die grondstoffenvloek. Wanneer dus plotseling zoveel geld nou binnen gaat komen en we horen hoe men zich voorbereidt op het feit dat er zoveel geld gaat binnenkomen, er wordt net wat wij aangeven, wat Subhas ook aangaf, het gaat niet om hoeveel geld. Elke keer worden stukken gepubliceerd, nu gaan we zoveel verdienen. Maar het gaat niet, het gaat erom hoe we ermee zullen omgaan. We kennen genoeg landen en voorbeelden in de wereld van landen die miljarden al jaren verdienen met olie en gas en andere natuurlijke hulpbronnen, maar hun volk is straatarm. En wanneer we kijken naar de tendensen die in ons land nu plaatsvinden, ik ga u zeggen, wat we nu zien gebeuren is dat ons eigen bedrijfsleven, het midden- en klein ondernemerschap, eigenlijk de grond onder de voeten wordt ontnomen. Er worden vergunningen verleend om zaken te importeren, toch, die wij hier zelf produceren. En niet dat we afval maken, we maken goede producten hier. En er wordt niet alleen toestemming gegeven voor de import, er wordt ook nog ontheffing verleend bij de import, zodat het nog meer onder de prijs komt. Daarnaast worden de standaarden niet gehandhaafd die voor onze eigen ondernemers worden gehandhaafd wanneer ze dat product willen leveren. Dat zijn allemaal signalen dat men ons eigen kader, de grond onder de voeten weghaalt en verjaagt eigenlijk uit het land. Want mensen willen niet als bedelaars door het leven gaan. En het beleid van opeenvolgende regeringen maakt ons tot bedelaars. En mensen die willen ondernemen en willen werken, willen zich inzetten. En met zelfrespect. Ze willen geen geld gaan vangen op een massameeting. Ze willen hun eigen geld verdienen.
toch? En we merken, we horen dat uit onze ondernemersklasse. We zien ook bij onze gezondheidszorg dat onze gezondheidswerkers, onze verpleegkundigen, verdwijnen omdat er geen waardering is. En het gaat niet alleen om geldelijke waardering, maar ook om het instrumentarium en om het respect dat de sector moet genieten. Onze onderwijzers. Het beleid is niet in het belang op dit moment van het behoud van ons kader en het stimuleren tot innovatie, tot groei. Weet je, het waarderen van die liefde voor je eigen land. Dus vandaar dat wij zeggen van, die knop moet om. En die knop moet radicaal om. En als het niet omgaat in 2025 en we weer tegen beter weten in mensen daar zetten die een brevet van ongeschiktheid hebben om verantwoord met staatsmiddelen om te gaan in het belang van die samenleving. En ik bedoel, we kunnen alleen nu al naar deze regering kijken qua prioriteiten. En we vragen ons af, mijn, wat is de prioriteit? Is de prioriteit om feestjes te organiseren of voor 1 miljoen naar Dubai te gaan? Of is de prioriteit om apparatuur in ons ziekenhuis aan te schaffen? Zodat onze burgers daar zo hun voorzieningen kunnen genieten. En niet dat cardiologen en anderen aan burgers zeggen, voorlopig gaat u moeten wachten hoor, dat we het onderzoek doen, dat hartonderzoek. Een cruciaal onderzoek, want de machine werkt niet. Dat zijn zaken die gebeuren. En dan gaan we op reis, we kopen nieuwe auto's, toch? We verhogen tarieven zonder dat we bedrijven gezond eerst maken. Kijk maar bij de EBS, toch? Wanneer er zijn mensen in die bedrijven die al jarenlang elke regering weer in de RVC zitten of goede maatjes zijn van de RVC en eigenlijk de tussenhandelaar zijn. Niets koopt het bedrijf zelf dan via die persoon. Dat zijn zaken die absoluut doorbroken moeten worden. En waarom worden ze niet doorbroken? Ze worden niet doorbroken omdat we steeds daar mensen zetten die persoonlijke belangen hebben te verdedigen. Als het nou is dat ze internationaal gezocht worden en daardoor gechanteerd kunnen worden door hun maten. Of als het nou zijn dat het mensen zijn die zelf als eerste doel hebben gauw rijk worden en dat rijk worden willen doen via misbruik van staatsmiddelen. We moeten daarmee stoppen en dat is erop veranderd. Want als we dat niet doen, gaan we een nachtmerrie scenario tegemoet. Waarbij we een opperklaas gaan krijgen die zich per helikopter verplaatst van Paramaribo naar Apura, van Paramaribo naar Apetina over het hele grondgebied. En de rest van de burgers gaan niet eens een fiets kunnen aanschaffen en niet eens een behoorlijke weg hebben die van hun huis leidt naar de dichtstbijzijnde stad. Dat is waar we naartoe gaan. En alles wat daartussen is, zal vertrekken. Want je kan geen dief van je eigen portemonnee zijn. En iedereen wil een goede toekomst voor zijn kinderen. We moeten gaan kiezen. En daarom heeft de A91 dat profiel aangeboden. We monopoliseren het ook niet. We zeggen, laat elke burger dat profiel hanteren, ongeacht voor welke partij je wil stemmen. Ga na als de mensen voldoen aan de basisvereisten van deskundigheid, integriteit, eerlijkheid, transparantie. Hoe hebben ze zich eerder gedragen? Hebben ze ergens gestolen? Hebben ze mensen voor de gek gehouden? Toch? Hebben ze allerlei belangen? Hebben ze grote schulden? Want dan ga jij ze moeten betalen uiteindelijk. Worden ze gezocht internationaal? Want dan word je ook nog opgelicht. Ik zeg het altijd. We hebben een vicepresident nu. De vorige regering hadden we een president. Die nergens naartoe kan gaan zonder dat de boeien op hem wachten. Maar we betalen hem een full salary. En hij kan het werk niet doen. En dan nog niet meegenomen alle criminele kringen die om ze heen hangen. En daardoor invloed in het beleid hebben. Subhas had het over financiering van politieke partijen. We zien al grote feesten worden aangekondigd voor 25 mei. Mensen slaan zich op de borst dat zij de grootste massameeting ooit gaan hebben. We moeten afstappen van deze primitieve politiek voering. Want het is een primitieve politiek voering. Het is een politiek voering die men in is, voordat men ontwikkeld was voerde. Wie de meeste mannen op de been brengt is de leider. Daar gaat het niet om. Wie de meeste mensen zorgt dat de meeste mensen voor hun eigen brood kunnen zorgen. Laat die de leider zijn. Al deze mensen gaan broodjes geven, ze gaan dansie hebben, 500 gulden om in de bus te stappen. Onze jeugd wordt vernietigd hiermee. Ze worden uitgenodigd voor vergaderingen en dan krijgen ze 500 gulden om te komen zitten. En hun toekomst is verkocht. We moeten weten dat wanneer partijen miljoenen in hun jaarverslag hebben. Ik hoor van partijen die 500 miljoen in hun jaarverslag hebben. We moeten ons beginnen af te vragen van waar komt dat geld? Pe amonik mopo. Want wanneer we weten waar dat geld vandaan komt, dan gaan we weten wat ons te wachten staat. Ook nu, grote massamedia. Ik kan u zeggen, wanneer, u weet het ook wel, wanneer 200 bussen kan inzetten. Weet u wat dat u kost voor één avondje dansen en vuiven? En dan zijn we 365 dagen verwijderd van de verkiezingen.
Ik roep het volk op, burgers, let op uw zaak. U gaat een truitje krijgen, een paraplu en een roti. En misschien een cola van ergens. En een busrit naar de stad of waar dan ook heen. En voor de rest van die 5 jaren gaat u zitten op de blaren daarvan. Want het gaat terugbetaald worden met interest. De mensen die investeren in die politieke partijen op die manier, zouden hun geld ook op de bank kunnen zetten en rente krijgen, toch? Waarom kiezen ze om het in de politiek te investeren? Niet uit de goedheid van hun hart, maar omdat ze het dubbel en dwars veel beter dan de bank loont het, om je geld in deze partijen te zetten. Want nadien zijn alle gunningen voor jou, jij brengt producten binnen, de lokale ondernemer wordt kapot gemaakt, de Surinamers verliezen hun job, dat zijn de gevolgen. En wanneer er zoveel geld uit de olie- en gassector komt, wordt het alleen nog erger. Dus daarom zeggen wij dat het erop of eronder is. Goed, en om verandering te garanderen moet je natuurlijk binnenkomen. Hebben jullie al uitgerekend hoeveel zetels jullie kunnen halen? Voor ons, wat we kunnen halen, berekenen we, wij gaan uit van tussen de, we hebben ooit al het stuntje kunnen doen van 9 zetels. We richten ons erop dat dat mogelijk moet zijn. We zijn landelijk bezig. En waarom zeggen we dat het mogelijk moet zijn? 1, omdat we een goed product leveren. Toch, als politieke partij moet je een product leveren, net als ieder ander. Ons product is, we integere mensen, goed geselecteerde mensen, mensen die met die deskundigheid zijn uitgerust. We durven keuzes te maken die in het belang zijn van die samenleving. We gaan een programma presenteren waarin u zaken ziet, zoals Subhas dat aangaf, maar waarin we ook over zullen gaan tot een herindeling van ons grondgebied, gericht op productie en ontwikkeling. Want zoals het nu is ingedeeld, is het gewoon gericht op stemmenwinst en isolatie bij het vorige systeem. Toch, de mensen in Sipaliwini zijn 1 grote verlaten groep. En wij gaan een herindeling doen, zodat het weer bestuurbaar is en efficiënt ingericht kan worden. Dat is 1 van de zaken. We kijken ook naar een nieuwe grondwet, zodat we eindelijk een goed bestuurssysteem krijgen met duidelijke checks en balances, terug met die ministeriële verantwoordelijkheid. En die corruptiebestrijding staat bij ons centraal. En ik moet u zeggen, we reizen nu het land rond en de mensen vallen de schellen van de ogen. Zelfs, we kijken vaak naar het ontwikkelingsniveau, er zijn veel mensen die zeggen, ja, het ontwikkelingsniveau van ons land is laag, dus de mensen gaan sowieso weer rennen achter mensen die geld in de lucht gooien en pakketten verdelen. Wij zijn daar niet van overtuigd, omdat wanneer we bij de mensen komen, we horen, weet je, de pijn in hun hart, het grote verdriet, dat hun kinderen geen toekomst zullen hebben en dat zij gemaakt worden tot bedelaars en voor eeuwig tot afhankelijkheid worden veroordeeld door dat type leiders. Dus wij zijn in goede stemming. U zult misschien weten dat we ons eerste informatiecentrum in Sipaliwini hebben geopend 2 weken terug in Washabo. We zijn daar heel trots op. Het is bij de inheemse bewoners van ons land, de eerste bewoners, voor ons een bijzondere mijlpaal. En we gaan voort daarmee. We gaan door het hele land, elke Surinamer, het goed product van DA91 aanbieden. En wij zijn overtuigd dat wanneer Surinamers echt genoeg hiervan hebben en nu zeggen afgelopen, we gaan die cirkel van ellende en armoede doorbreken, er is geen ruimte meer voor een kans voor politici om zichzelf nog een keer te verrijken. Eindelijk een kans voor de Surinamers. Want ik ga u zeggen tot slot, Surinamers, burgers, hebben steeds ruimte gegeven aan deze partijen, de traditionele politiek, die in deze regering sterk vertegenwoordigd is, ook in de vorige regering, toch, om het te kunnen. Ze hebben ze voldoende zetels gegeven om het te kunnen. 20 zetels, 26 zetels, we kennen de aantallen die mensen hebben gehad, die partijen hebben gehad, om het te konden het, maar ze wilden het niet. DA91 wil het, heeft het altijd gewild, heeft het product met de standaarden die daar aan, die voor het willen nodig zijn, laten wij het nou kunnen. En die samenleving roepen we op om ons de ruimte te geven om het te kunnen. Mevrouw Castillo, en toch horen via de media dat er geen alternatief is voor de traditionele partijen zoals u ze noemt. Ja, meneer Sukul, dat wordt ook vaak aan ons gezegd dat er geen alternatief zou zijn. Maar we moeten oppassen om propagandisten te worden van dezelfde partijen die zichzelf weer in het zadel willen helpen. Want dat is hun propaganda, dat is hun fluistercampagne. Wanneer men praat over DA91 in de, met nabijheid van zeg maar een partij die nu aan de macht is, zeg PHP, NPS, ABOP, PL of NDP, dan wordt aan mensen gezegd dat is geen alternatief.
toch? Het wordt gedaan alsof, zoals we het ook in het parlement horen, en ook op massameetings recent, in tja bigimoni, toch? If you want, dewa alternatief. In tja bigimoni, wel hier en al. We hebben genoeg partijen en mensen met bigimoni gezien. En mensen met bigimoni zien binnenkomen, zakken rond bigimoni. Maar die money van die huismoeder thuis is alleen maar minder geworden. Die portemonnee is al op de 7e van de maand leeg. Dus het alternatief zit hier, democratisch alternatief 91. En die propaganda van hun, en ik waarschuw ervoor, hè, want we doen het zonder erbij na te denken, om te herhalen wat zij is. Het is hun fluistercampagne. Want niets is beter voor hun dan kiezers te ontmoedigen. Want wat gebeurt wanneer kiezers denken dat er geen alternatief zou zijn, dat gaan geloven en niet willen stemmen op deze partijen, dan gaan ze niet naar de stembus. En dat is in het voordeel van de huidige zittende regering. Want wie wel naar de stembus gaat, zijn alle commissieleden die nu bogo money krijgen. De mensen in de RVC's die al dan niet voldoen aan de deskundigheidsvereisten. De mensen voor wie statuten gewijzigd zijn en RVC's geplaatst zijn. Hun mensen gaan naar de stembus gaan. En onze mensen die het nodig hebben voor een verandering in deze samenleving, om eindelijk een Suriname te kennen waar je kan sparen, waar je kan groeien, waar je weet dat je kinderen een beter zullen hebben dan jij, als jij een paar kleine offers brengt, weet je, door te sparen en je in te zetten, toch? Wanneer je dat weet, dat Suriname is wat we willen hebben. En om dat te doen, moeten we afstappen van die oude dingen en moeten we durven geloven in de, hoe noem je dat nou weer? In het Engels zeggen ze, weet je, het abundance. We moeten niet geloven in schaarste. Er is geen schaarste aan goede ideeën en goede mensen in ons land. Absoluut niet. Ze zijn er. En wanneer ze zich aan ons presenteren, moeten we durven ze te herkennen en moeten we durven met ze te staan. Mevrouw Pastilio, een laatste vraag. Het is bekend in de economie dat bedrijven meestal binnen 5 jaar, soms sommige bedrijven zelfs voor 5 jaar, hun investeringen terugverdienen. Wat vindt u ervan dat de regering Petronas 10 jaar belastingvrij ons gas gaat laten exporteren? Ja, we zijn daarmee bezig, meneer Soekoel. Er zijn een aantal zaken, niet alleen dat, die onze vragen oproepen. Ik zie meneer Joe bewegen, dus ik weet dat hij ook iets eraan wil toevoegen. Maar dat is onder andere waar we het over hebben, wanneer we het ook hebben over de voorwaarden voor ons nationaal bedrijfsleven, onze eigen ondernemers. Er zijn een aantal voorzieningen, en dit is een van de zaken die ernstig vragen oproept, waarbij deze regering toezeggingen gaat doen nu, alleen om bepaalde gelden al vroeg te kunnen ontvangen. Toch? Want u weet, er zijn vaak bij het tekenen van overeenkomsten, komt er alvast wat geld vrij, er komen alvast wat toezeggingen vrij. En deze regering wil ervoor zorgen dat zij mee profiteren. En dat kan ten koste van die samenleving gaan. Dus wij moeten alert zijn. U noemt iets daar, er zijn meerdere zaken waar wij de komende tijd heel diep op in zullen gaan. Wij verwachten ook trouwens, nu u het zegt, dat die FID wel nog zal doorgaan. En dat, zoals we ook horen van staatsolie. Dus vandaar dat het voor ons nog belangrijker wordt dat het Surinaamse volk goed bekend wordt met het alternatief. Wij zullen kosten nog moeite sparen als partij om dat te doen, om met de mensen in contact te komen en ze bewust te maken, zodat de samenleving kiest voor zichzelf deze keer. En kiest voor een Suriname waarbij zaken zoals u net aanhaalt, zullen worden gecorrigeerd waar dat in het nadeel van ons land is. Om even terug te komen op de vraag van mijn collega ten aanzien van het terugbrengen van het aantal ministeries. Maar wat we nu zien gebeuren en wat nu zeer actueel is, is dat van de geldelijke voorzieningen voor de ministers, en dus in feite voor de 3 machten. Ja? En jullie praten over terugbrengen van een aantal ministeries en men pleit voor komende regering dat het in zal gaan, nieuwe regering, nieuw parlement, nieuw RVM. Hoe denkt DA91 hierover? Nee, ik stem altijd af. Dus ja, we hebben er ook naar gekeken en we hebben eigenlijk onze wenkbrauwen gefronst. Want net wat ik eerder al zei, er zijn zoveel andere prioriteiten op dit moment. En natuurlijk zeg je dat wanneer je mensen in dienst neemt in hoge functies, denk ook aan een beetje aan verantwoordelijke functies, dat ze goed betaald moeten worden, zodat ze niet ten prooi vallen aan corruptie. Dat is eigenlijk de bedoeling
van het goed betalen en dat je op een redelijke wijze kan concurreren met andere sectoren die ze ook zouden willen aantrekken. Tegelijkertijd, het zijn van volksvertegenwoordiger, van minister, is ook dienstbaar zijn aan die samenleving. Het is, je kan niet vergelijken met ik zou zoveel verdienen bij een bedrijf, dus moet de staat, maar dan moet je naar het bedrijf gaan. In het Engels hebben ze hele mooie termen voor deze dingen. Ik vind het net het Nederlands daar altijd een beetje in tekort schiet, maar in het Engels praat men over civil servants, weet je, en dienstbaar leiderschap zeggen we in het Nederlands. Mensen die dus, je bent dienstbaar, je wil iets voor je, het heeft een stukje idealisme in zich. En dat idealisme uitzicht dat je minder verdient dan wanneer je op de open markt je kunde zou verkondigen. Daarnaast is het ook van belang dat we de standaarden moeten gaan hanteren dan in die instituten. Want we hebben een parlement dat met wetgeving belast is en begeleiden van de regering. En dan moet je daar ook standaarden gaan hanteren. Ik weet dat heel wat Surinamers vaak, we zien op de comments, versteld zijn dat er geen eisen zijn qua opleiding om lid van het parlement te worden of om minister te worden. Mensen worden gewoon overal en nergens gezocht en gebracht op basis van loyaliteit naar de partij, hoeveel vlaggen je gewapperd hebt of hoeveel familieleden van je gestemd hebben, dat soort zaken. Dus vandaar dat DA21 dat profiel heeft ingesteld, zodat de burger nu vanuit zichzelf begint die eisen te stellen. Ten aanzien van de voorzieningen moet ik u zeggen, als we terugkeren op het financiële wat u eigenlijk vroeg, moet ik u zeggen dat we daar ook paal en perk aan moeten stellen. Ook ten aanzien van de secundaire voorzieningen die daarbij komen, zoals alle dure nieuwe auto's die worden aangeschaft. DA91 is onder andere voorstander dat bij het aantreden van de volgende regering geen enkel persoon van de huidige regering auto's naar huis brengt of die afschrijvingswaarde mee mag nemen. Dat soort dingen moeten permanent worden afgeschaft. Bovendien is het nergens voor nodig gloednieuwe auto's voor iedereen aan te schaffen om daarin te gaan rondrijden. Dat is niet de bedoeling. Het gebruik van staatsmiddelen, staatstelefoon, staatsvoertuigen moet aan regels verbonden worden en slechts met de dienst gelinkt worden. Het kan niet zijn dat iedereen een auto heeft waar hij gaat toeren naar Republiek en overal boodschappen haalt. En als die auto aan de man of vrouw is toegewezen in functie, rijden familieleden ook erin rond. Dat zijn zaken die permanent moeten worden afgeschaft. We moeten gaan naar een slank lichaam en we moeten gaan naar mensen die in de eerste plaats daar komen om de samenleving te dienen. Als het mogelijk zou zijn om te zeggen dat ministers, bij wijze van spreken, tussen 7 en 10 per fiets zich verplaatsen, dan zouden we dat moeten doen. Zodat we ook besparen op de benzine. Auto's die urenlang draaien bij het parlement, dat zijn zaken die we moeten afschaffen, dat kan gewoon niet. Ministers, president, vicepresident, whoever you are. Je bent een gewone burger van dit land die in een verheven positie is geplaatst met een grote verantwoordelijkheid en die dienstbaarheid moet tonen. Je bent daar niet geplaatst om in alle luxe te leven terwijl de rest van het volk crepeert. Ik heb me ook afgevraagd, van waar gaat het geld komen om ze te betalen? Want voor zoveel is er geen geld. Hoeveel gaat het ons totaal kosten? Van waar gaat dat geld komen? Waarom is het nu zo dringend nodig om dat te doen? Als we de assemblee fulltime gaan maken, daar zijn we wel voorstander van, maar dan moeten alle dubbele functies worden afgeschaft. Dan kunnen assembleeleden niet in raden van commissarissen zitten of in commissies nog van de regering zitten of andere jobs uitoefenen. Dan ben je assembleelid eenmaal 24 uur, 5 jaar lang. En dat is je enig inkomen. En dan moet je natuurlijk kijken dat de persoon een redelijk inkomen heeft, dat hem in staat stelt zijn functie naar behoren te doen, weet je, en juist voor de dag te komen. Maar dan moet je ook de eisen stellen dat hij volledig inhoud aan die functie kan geven. We kunnen geen assembleeleden hebben, ik zeg het altijd. De assemblee is geen carnaval waar we iedereen in kledij moeten zien komen en dan zitten ze voor de rest van de tijd met hun mond op slot. Want ze verstaan niet wat daar gebeurt, ze begrijpen niet wat er gebeurt en ze kunnen niet deelnemen. Hun eigen samenleving, gemeenschappen die ze vertegenwoordigen, zijn er niet mee gediend. Want ze kunnen niets voor die gemeenschap daar doen. We moeten daar mensen hebben die dit land van voor naar achter, noord, zuid, oost, west kennen en dan wat ze niet kennen willen leren kennen en die in staat zijn om inhoud, actief inhoud te geven aan de taken die voor ons assemblee liggen. En op 25 mei aankomende is het precies 4 jaar stemmerschap. DA91, kijken jullie toch wel naar de prestaties van de huidige regering? Inderdaad, meneer Kadesh. We weten, het begin is natuurlijk
is was moeilijk. Maar we verwachten van elke regering die komt dat ze een beetje een stukje gevoel hebben voor die samenleving. En dat gevoel, dat mis je vaak. En dat ze aan hun woord houden. Nou, en je hebt de voorgaande vraag van u was de aanzien van de verhogingen. Ja, het is een heel ongelukkig moment natuurlijk. Je kan niet van die samenleving die offers vragen. En die samenleving doet dat. Soms met veel moeite, veel pijn. Terwijl als het gaat om EBS, TDSU, SUM, wat er ook mogen zijn. Maar ik heb, en wij van de Unie hebben dit persoonlijk aan de regering meegegeven. Dat was 20 juli zo 2022. De regering, als u maatregelen neemt, kijkt u eerst naar uzelf. U bent het voorbeeld. We hebben aangegeven, de dienstreizen, het uitgeven van middelen die niet nodig zijn. En daar begint het. Het moreel van het volk kan je natuurlijk omhoog brengen door als leider, door als volksleider, als bestuurder aan te geven van hoe het moet. De riemen moeten stakken, maar aan de andere kant zien wij, waar het volk naartoe kijkt, dat dat niet het geval is. 2020, u vraagt die evaluatie, heleboel plannen, heleboel wenselijkheden en we hebben bitter weinig natuurlijk gezien. 200 projecten zouden van start gaan, als u het nog kunt heugen. Ik kan me heel vaak eens nog heugen dat het ergens in 2022 moet zijn geweest. Die heel veel geld zouden opbrengen, verdiencapaciteit, werkgelegenheid. Mensen zouden investeren in Suriname, vanuit diaspora, toen mocht het niet van IMF. Ik vraag me soms af of we onze soevereiniteit aan IMF hebben opgegeven. Want veel mag niet meer volgens het IMF. Maar aan de andere kant zien we toch dingen gebeuren. Dus ik denk dat de afgelopen 4 jaar heel zwaar is geweest. En nog steeds voor die samenleving. En als we kijken dat een deel, een groep van de mensen het heel goed hebben. Vragen we ons af van hoe het komt. Als we zien dat zaken niet worden aangepakt. Als het gaat om corruptie. Rapporten die er liggen of nog niet liggen. Zaken die worden verschoven. Als we kijken hoe we omgaan met het grondbeleid. Er zou eerlijkheid zijn, er zou transparantie zijn. Ik denk dus dat al die zaken die hebben voorgedaan ons als samenleving een heel ander beeld geven. Recent voorbeeld, Sabaku project. Je hoort niets ervan. Natuurlijk ophef de eerste 2 weken, in de samenleving de 3 weken. En nu hoor je niets van, Pan American. Je hoort er niets van. We geven geld uit, miljoenen US dollar. Maar we zijn niet in staat om de ziekenhuizen te voorzien van de minimale middelen, de basale middelen. We zijn niet in staat om te zorgen dat de politie goed equipped is. We zijn niet in staat om te zorgen dat de onderwijsgevenden toch beter worden gewaardeerd. Want er is geen geld. Dat is het verhaal. We komen van een moeilijke situatie. Dat weten we ook. Dat hebben we meegemaakt. 2010, 2020 is één van ongekende dieptes. Ondanks heel veel inkomsten als land. Als je naar die cijfers kijkt. Als je naar die grafieken kijkt, vraag je soms in gemoede af, waar is dat geld naartoe gegaan? En dan maak je een begin in 2020. Ik denk dus dat 2020 veel mensen, en ook wij, toch, hadden uitgekeken naar een stukje één regering. Een stukje eenheid. Want we zien de afgelopen jaren 2 regeringen. Die beide verschillende kanten opgaan. De ene schuift voor de ander. Het kan niet zo zijn. Het was beloofd, het wordt gezegd. 1 regering, eenheid in beleid. Ik denk, u als pers hebt veel meegemaakt. Ik hoef hier niet uit te leggen al die gevallen waar duidelijk blijkt dat er geen eenheid is. Ministeries worden verkaveld. Zaken die zich afspelen. Doorlichting van bedrijven wordt soms wel gedaan, maar niets met het resultaat. Heb een beetje gevoel voor die samenleving. Dat zeggen wij als DA 91. Wanneer je maatregelen neemt, zullen ze soms zwaar zijn. Die samenleving is bereid om dat ook op zich te nemen als jij het voorbeeld geeft. Probeer toch bescheiden te zijn in uitgaven. Probeer toch het voorbeeld te stellen. En als we dus zien ten aanzien van de corruptiebestrijding, zien we dus dat er bitter weinig gebeurt. Als we kijken naar de financiële-economische situatie, wordt natuurlijk gewapend met monetair-financieel een stabiele situatie. Maar wat die samenleving meemaakt, wat ik meemaak in die samenleving, waar mensen niet uitkomen met hun middelen, waar kinderen niet naar school gaan en niet naar school kunnen gaan, omdat ze mee moeten helpen om dus ook als kostwinner te zijn in zo'n huishouding. Als we kijken naar de
senior burgers die niet in staat zijn zelf op te komen in de tehuizen, die vallen onder de overheid. Heleboel zaken die anders waren aangegeven aan ons, die zullen worden aangepakt. En laat me gelijk dit zeggen hoor. We zitten hier aan tafel als politieke organisatie en soms kan je nog het verwijt hebben, nou, dan moet je in ieder geval blij zijn dat het niet goed gaat. Absoluut niet. We willen dat het goed gaat in Suriname, ongeacht welke regering. Dat willen we hebben, omdat we deel zijn van die samenleving. We willen ook meehelpen, meehelpen denken. Dat hebben we vaak gezegd, de regering, ten aanzien van de ambtenaren die ontheven zijn, al jaren, duizenden, zet u ze in. We hebben aan de regering gezegd, neemt u een gebouw, neemt u alle 5000, 6000, langs de plannen schrijven, langs de dingen uitvoeren, als u ze toch niet te dicht bij u wilt hebben, of een of andere reden. Er zullen een aantal zijn die natuurlijk tegen zullen werken, en die moet je dus ook aanpakken. Dat hebben we concreet gezegd aan de regering, ten aanzien van de SLM. We zijn als partij niet hier gekomen om te zeggen, alles gaat slecht. Dat moet ook eerlijk zijn. Maar als we zeggen, regering, de SLM moet worden geprivatiseerd, en we komen met een rapport, want wat hebben jullie rapporten, plannen? Ja, we hebben. We hebben ook aan de regering gegeven. Er wordt gezegd van, ja, ze horen niets ervan. En zo zijn er heel tal van voorbeelden om aan te geven. We zijn hier niet om aan te geven wat fout gaat alleen, maar ook aan te geven wat zijn de oplossingen. En daarom zeggen we, er zullen wat goede dingen zijn, toch? En dat stellen we ook zeer op prijs, maar het kan veel beter. Deze samenleving verdient veel en veel beter, toch? Waar kinderen naar school kunnen gaan en goed onderwijs kunnen genieten. Waar die gezondheidszorg optimaal is. En dat je in staat bent om je burgers tot die gezondheid te geven. Zonder gezonde mensen kan je geen productie hebben. Veiligheid. Toch? We hebben als DEA maanden van tevoren gezegd, regering, het veiligheidsgevoel neemt af. Na maanden zien we wat activiteiten. Maar het is niet voldoende. Toch? Het moet niet zo zijn dat we een situatie hebben van het lijkt rustig te gaan, dus we gaan nu weer stoppen. Dus die verduurzaamheid van goede beleidsvoornemens moet ook continu worden ingezet. En geen ad hoc beslissingen. Toch, we hebben aan de regering gezegd, als het gaat om het sociaal programma. Toch, van de regering, wanneer u iets aan deze samenleving belooft, werkt u alles goed uit. Het ging om, ik weet niet of u nog kunt heugen, om een zogenaamde monikata. Ik weet niet of een van u een olikata, of een van u een olikata heeft gehad. Dat was in augustus 2022 beloofd. Niet van gekomen. Omdat we aan de regering zeggen, wanneer u zaken zegt, werkt u goed uit. De prijzen in de winkels, we zien ad hoc activiteiten vanuit het ministerie van IZ en dan weer horen we niets. Als het gaat dus om prijzen, heel simpele zaken soms, als het gaat om banden. Maar ook de andere, de basis zaken die nodig zijn in ons leven, zien we dus nog steeds dat er geen beheersbaarheid is, omdat die tool soms en soms de inzichten en soms de wil niet aanwezig is. Maar het belangrijkste, afgelopen 4 jaar hebben we gezien dat de regering geen eenheid vormt in beleidsuitvoering. We hebben gezien dat er verschillende kanten wordt opgegaan, gewoon sec om een individueel op groepsbelang te behartigen. En dat zien we dus steeds terugkomen. En dat is geen regering. Dat is gewoon het belangen dienen van bepaalde mensen. En dat is dus wat we hebben gezien afgelopen jaar. Ik kan nog toevoegen, een heel belangrijke issue, want wij als DEA 21 beoordelen alles vanuit onze routekaart ten eerste en vanuit onze beginselen, is de kwestie van onze soevereiniteit, de kwestie van ons grondgebied, de kwestie Tigri, waarbij we merken dat ook deze regering, in vervolg van de vorige regering, de issue ten eerste van de agenda bij CARICOM gehaald heeft. Het is niet meer op de agenda van CARICOM om het op te lossen. En ten tweede tolereert en accepteert dat ons buurland Guyana dit gebied, dit stukje van ons grondgebied, als hun grondgebied plaatst. En recentelijk zelf een oproep heeft gedaan aan mensen uit de hele wereld om ontwikkelingsplannen voor ze te komen schrijven, inclusief voor dat gebied. En onze regering blijft brieven schrijven die, waarvan ze een nota ontvangen dat het ontvangen is, klaar. En verder niets. We hebben gezien de kwestie bij het internationaal gerechtshof, waarbij de kwestie Venezuela-Guyana gediende, waarbij en onze regering niet eens daar geageerd heeft tegen het gebruik van de kaart door Guyana, waarop Tigri als hun gebied is aangemerkt. Het was weer aan ons als DEA 91 om het hof aan te schrijven en daarop te attenderen. Het is daarop en daarbij ontdekkende dat Suriname een reserve heeft gemaakt bij het hof,
waardoor wij het Hof niet kunnen inzetten tot dit moment om deze kwestie aan te kaarten. DA 21 is dan ook voornemens om bij verkiezingswinst die reserve onmiddellijk op te heffen, zodat wij gebruik kunnen maken van alle internationale instrumenten om ons grondgebied te maken, te beschermen, te beveiligen en te zorgen dat het komt weer waar het hoort bij ons, op onze kaart. Want we kunnen ons als samenleving, en dat is typerend voor deze regering en vorige regeringen, het zo nonchalant omgaan met de belangen van die totale samenleving. Het enige belang dat centraal staat is het eigen belang. Dat is wat we elke keer weer zien. En natuurlijk, er zijn mooie macro-economische cijfers, om ons te zeggen, IMF geeft een mooi rapport. Tussen de regels door mogen we lezen dat IMF zich dan plotseling wel zorgen maakt om de corruptie en het sociaal programma. En dat er een gat zal zijn wanneer het IMF stopt volgend jaar. Dat hebben wij ook reeds lang opgewezen, dat er een ontzettend gat gaat ontstaan. Want nu krijgen we om de zoveel tijd een 53 miljoen en daarmee stoppen we alles weer dicht. Maar wanneer dat wegvalt, wat dan? Want er is niet geïnvesteerd in die productiesector. Toch? Nu praat het IMF wel daarover, de kwestie van de corruptie. En het is zoals Subhas dat zegt. We hebben gehoord een homegrown programma, maar nu is alles wordt geschoven naar het IMF. Het IMF wil, het IMF wil niet. Dus ik moet u echt zeggen, wat dit betreft, heeft de regering kan mooie macro-economische cijfers zeggen, maar geen enkel economie werkt als mensen in hun zak niet voelen dat er iets verbetert. Daar pas kan je zeggen dat je economie werkt. Wanneer je samenleving weet dat in hun zak een dubbeltje, een kwartje waard is. In plaats van dat we nu tegenwoordig biljetten van 500 en 200 uit de ATM-machine moeten halen. En wie weet als het zo doorgaat straks nog van 1000. Dat is wat er aan de hand is. Er worden zaken appels met peren vergeleken. De president in de hoedanigheid van partijvoorzitter, propagandist, zegt op vergaderingen onder andere dat hij een kas bij de centrale bank heeft overgenomen die negatief was. Hij verzuimt en dan geeft hij een bedrag aan dat er nu in die kas ligt als te zijn vergelijk materiaal met wat hij heeft overgenomen. Ook wij vinden dat de vorige regering, zoals Subhas dat ook aangaf, de basis heeft gelegd voor die complete vernietiging van onze economie. Maar de president moet geen appels met peren vergelijken, want hetgeen wat hij daar aangaf op die vergadering is het bruto bedrag. En wat het bedrag dat hij noemt van 2020 toen hij overnam is een netto bedrag. Dat betekent van het bruto bedrag moet je nog aftrekken de goede van de burgers en allerhande andere zaken, de goede van de banken, en dan krijg je wat overblijft. En dan is het misschien net 1-2 miljoen verschil. Dus er is geen bergenwerk verzet. Leningen zijn zo goed als niet afgelost. Er wordt ons verteld over herschikkingen, maar dat is vooruitgeschoven naar de volgende generatie. Toch? China, ik kan u zeggen, de kwestie met China, één grote delegatie is daar naartoe op vakantie gegaan. En ik zeg op vakantie, want er is niets van terechtgekomen. Toch? Dan komen ze terug met een zogenaamde kwijtschelding van een schuld van 10 jaar of 11 jaar of 12 jaar terug. Weet u, dat is de gewoonte van China. Suriname is geen unicum. Alle landen die bij China aankloppen voor schuldherschikking, krijgen dat cadeautje. Want het is eigenlijk al uit de boeken uitgeschreven. En op de totale schuld die we bij China hebben, is het slechts een kruimel. Het was dus al afgeschreven. En voor de rest, dat is een zoethoudertje. Voor de rest zijn ze klaar. Voor de rest willen ze dat jij uit hun land importeert. En dat doet deze regering ook. Geef ruimte daartoe ten koste van jouw eigen ondernemers. En dat is iets waar wij als DA 91 absoluut van af zullen stappen. DA 91 is ook voornemens, wanneer zij verkiezingswinst heeft, Taiwan ruimte te geven om een commercial bureau hier te openen. Omdat er ook in de buitenlandse politiek competitie moet zijn en Suriname niet in dienst kan staan van de buitenlandse politiek van een ander mogendheid. We moeten staan voor de Surinamers en we moeten zo breed mogelijk mogelijkheden voor die groep creëren. Goed. Zo. Zijn er nog vragen? Dan zijn we aan het einde gekomen van onze interessante persconferentie naar de verkiezingen toe. Dan wil ik ieder bedanken en in bijzonder de kijkers en luisteraars om samen met ons mee te gaan met DA 91 op weg naar een nieuwe republiek. Dank u. Okay.
Thank you.